Ja, ik geef wel echt heel veel geld uit. Waarom hield je het geheim dat je botox in je lip had? Laat ik zo zeggen dat ik met een excuus ben weggegaan. Maar dit is toch niet normaal? Je zou toch denken dat je huid dan helemaal schoon is? Hoe heb jij en Bas elkaar leren kennen? Hoe was je eerste keer seks? Fucking gaar. Hoi hoi, Lise hier en wat leuk dat je deze video hebt aangeklikt. Zoals je ziet zit ik hier in een compleet andere setting. Dit is namelijk mijn badkamer. En dit is ook waar ik elke ochtend en avond mijn skincare routine doe. Oké, elke ochtend en avond is misschien een beetje overdreven, maar ik probeer het wel elke ochtend en elke avond te doen. Mijn skincare routine in de ochtend is een beetje anders dan in de avond. Maar ik ga nu die van de avond doen, omdat die dus wat uitgebreider is. Maar dat is niet het enige wat ik ga doen, want tijdens dat ik mijn skincare routine aan jullie ga laten zien, leek het mij leuk om dus een aantal vragen te beantwoorden. Ik heb op mijn Instagram story gevraagd of jullie vragen achter wilden laten en dat hebben jullie dus ook gedaan. En die ga ik dus beantwoorden tijdens dat ik mijn skincare routine aan het doen ben. Er zijn wel eventjes een aantal dingen die ik heel duidelijk gezegd wil hebben voor ik deze video ga beginnen. Dat is namelijk punt nummer 1. Niets van wat ik ga laten zien in deze video is gesponsord. Het kan zijn dat ik een product gekregen heb, maar er is dan niet tegen mij gezegd van je moet dit promoten of je moet het laten zien. Dit gebruik ik gewoon, dit heb ik zelf gekocht of is voor mij uitgezocht. Dat wil ik allereerst eventjes wel duidelijk hebben. Punt nummer 2. Dit is mijn skincare routine. Het kan zijn dat ik iets gigantisch fout doe, wat waarschijnlijk ook zo is, waarvan jij denkt van, waarom de fuck doe je dat zo? Ik heb ook geen idee wat ik doe. Nee, mijn hele skincare routine heb ik mezelf eigenlijk een beetje aangeleerd. En dat heb ik eigenlijk voornamelijk geleerd door dus heel veel andere YouTubers te kijken. Heel veel andere influencers, beauty gurus, hoe zij hun skincare routine doen. Een aantal dingetjes te lezen. En zo is mijn skincare routine tot stand gekomen. Of mijn skincare routine echt iets doet, weet ik niet. Want zoals je ziet heb ik hier best wel wat oneffenheden en een aantal puistjes. Maar dat komt eigenlijk gewoon voornamelijk omdat ik super trashy eet. Ik bedoel ook letterlijk hier nu naast me staat weer een bakje met kruidnoten en snoepjes. Echt fucking disgusting. Dus al zou ik gewoon gezond gaan eten, zou ik waarschijnlijk echt een mega glowy huid hebben. Maar dat heb ik niet. Dus ja, we're about to get really ugly in here. Nou ja, I'm about to get really ugly in here. Maar ik vind het wel erg leuk om dit te laten zien. Dus goed, laten we maar beginnen. Allereerst doe ik even deze badjas uit, want dit gaat helemaal nat en vies worden. Zo. En dan vervolgens, stap 2, dat is deze leuke kattenoortjes opdoen. Oké, zoals je ziet, de kattenoortjes zitten erop. Wat ik ook nog even wil zeggen, is dat als je een aantal van mijn weekvlogs hebt gezien, dan heb ik daar ook een aantal keer een skincare routine in gedaan. En in de tussentijd is die skincare routine alweer helemaal veranderd. Wat dus ook betekent dat het gewoon elke keer verandert, want je ontdekt weer een nieuw product en je merkt dat een product niet goed is voor je huid. En wat ik wel heb geleerd is dat zodra je een nieuw product gebruikt en je denkt van ik krijg heel veel puistjes van, dat klopt. Maar je moet je huid dus 8 weken lang laten wennen aan dat product en dan pas kun je zien of het werkt of niet. Dat heeft een schoonheidsspecialist in ieder geval tegen mij gezegd. Stap 1 is natuurlijk de make-up verwijderen en dat doe ik met deze micellair reinigingswater die ik echt al heel lang gebruik en die ik ook echt heel fijn vind. Ondertussen een aantal vragen. Ik heb ze hier voor me. We beginnen met een hele best wel persoonlijke vraag. Hoe scheer jij Down Under? Van boven naar beneden. Wat wilde je vroeger worden? Vroeger wilde ik actrice worden volgens mij. Of presentatrice, een van die twee. Hoe was je eerste keer seks? Fucking gaar. Waarschijnlijk was iedereen zijn eerste keer seks fucking gaar. Als je het zeg maar vergelijkt met de seks die je een aantal jaar later gaat hebben. Nou jongens, jullie hebben er geen gras over laten groeien. Er zijn veel brutale vragen gesteld. Volgende vraag is dus, slik je de pil? Nee, heb ik een hele lange tijd gedaan. Maar ik merkte dat ik er zulke heftige symptomen van kreeg. Ik kreeg gewoon echt heel erg hoofdpijn. En de volgende dag had ik super veel zin in chocola. En de volgende dag was het weer helemaal anders. En ik had ook best wel last van mijn buik. Dus daar ben ik lekker mee gestopt. En nu heb ik een spiraaltje. Daar ben ik ook niet helemaal tevreden over. Omdat mijn haar heel snel vet wordt. En mijn huid is dus best wel onrustig. Ik denk ook namelijk dat dat dus door het spiraaltje komt. Vandaar dat ik zo'n heftige skincare routine heb om dat dus allemaal intact te houden, zeg maar. Oké, zoals je ziet heb ik nu dus 5 watjes gebruikt voor een beetje make-up. Alleen blijft hier altijd nog echt heel erg veel zitten. Dus, daarvoor gebruik ik deze. En dit is dus heel erg goed om je make-up nog net wat beter weg te halen. Volgens mij zit hier zoveel olie in dat alles gewoon in 1 keer afgetrokken wordt. Of er zit juist helemaal geen olie in. Dat kan ook. Tadaa! Oké, alle make-up is eraf en nu gaan we dus echt beginnen met het skincare gedeelte. Eigenlijk altijd voor ik ga slapen gebruik ik deze van Estée Lauder. En dit is dus een foaming cleanser. Maar nu ben ik dus laatst naar een schoonheidsspecialist gegaan. En zij zei eigenlijk van je moet juist geen foaming dingen gebruiken, maar er zit zeep in en zeep is niet goed voor je huid. Dus dacht ik, fuck. En toen raden zij mij dus deze aan. Maar ik vind het wel erg fijn om deze te gebruiken. Dus wat ik eigenlijk doe is deze twee gewoon combineren. En deze doe ik dan alleen 's ochtends en deze twee samen doe ik 's avonds. Kijk, dus doe ze gewoon zo naast elkaar. Dan masseer ik dit een beetje in.
uiteraard met schone handen. Maar dat is nog niet alles, want vervolgens pak ik mijn Foreo Luna 3 en de app die daar dus bij hoort. En dan kan ik zo zeggen start. En nou begint hij dus. En dan wordt hij precies laten zien dat ik nu dan mijn voorhoofd moet doen. Al weet ik trouwens nog niet het verschil tussen deze kant of deze kant. Dus als iemand me dat uit kan leggen. Ik zie eigenlijk iedereen deze kant gebruiken, maar ik gebruik zelf ook deze kant. Als hij trilt, dan moet je dus naar de volgende kant van je gezicht gaan. Oké, dat was dat. Dit haal ik dan allemaal een beetje eraf met warm water. En ondertussen kunnen we doorgaan naar de volgende vraag. Hoe was je eerste zoen? Laat ik zo zeggen dat ik met een excuus ben weggegaan. Ik zei mijn oma is jarig. Ik moet verjaardag van mijn oma vieren. Dat zegt denk ik wel genoeg. Dan nu mijn favoriete gedeelte. Ik heb dus net mijn huid schoongemaakt met een cleanser. Dus je zou dan denken van, goh, hè, dan is alles al helemaal eraf en is het helemaal schoon. Maar let op. Ik heb dus dit spul van Hanna Huidcoach. En het is heel gek, maar het wordt dus blauw. Kijk. En dit gaat branden, hè. Het is heel gek, maar ik krijg er dus brandende ogen van. Het ruikt heel erg naar een soort van hele sterke munt. En dit doe ik altijd nog zo even over mijn puistjes heen en in mijn wenkbrauwen. Nou, eigenlijk gewoon over mijn hele gezicht. En als het dus nog een beetje zwart wordt, als het dus nog een beetje zwart van je gezicht afkomt, dan betekent dus dat er gewoon nog vel op je huid zit. Oké, zoals je misschien wel kan zien, zijn mijn ogen nu echt aan het branden, echt aan het tranen. Maar check this out. Dit is toch goor? Oké, ik zie er nu echt redelijk slecht uit, omdat alles dus echt heel erg groot is. Maar dit is toch niet normaal? Je zou toch denken dat je huid dan helemaal schoon is en dan komt dit er gewoon nog van af. Het is echt zo sick. Oké, dan laat ik dit dus altijd een beetje intrekken, opdrogen tot dat branderig gevoel weg is. De volgende vraag is, heb je veel vrienden? En toevallig heb ik hier laatst over nagedacht en het antwoord daarop is eigenlijk nee. Ik weet wel dat ik in 2016, 17 heel veel vrienden had en heel vaak uitging. En met allemaal verschillende groepjes omging. Maar ik ben er toch wel achter gekomen dat daar helemaal niks in zit. Het is hartstikke leuk natuurlijk dat je met al die verschillende mensen om kan gaan. Maar uiteindelijk ben ik nu met 3-4 mensen in totaal die gewoon heel close bij mij zijn. En ik weet wel gewoon dat ik daar wel echt het meeste aan heb. En letterlijk al die andere mensen spreek ik gewoon niet meer. En om nou te zeggen van, goh, wat mis ik dat? Nee. Dus heb ik veel vrienden? Nee. Maar heb ik echt goede vrienden? Ja. Up next, de Kylie Skin Toner. Ik had trouwens een YouTube video gezien waarin iemand dus de toner direct op haar gezicht doet. Want dat schijnt dus beter te zijn. Dat je het niet eerst op het watje doet en dan op je gezicht, maar gewoon direct op je gezicht. Ondertussen heb ik nog steeds rode ogen. Het lijkt echt net of ik gebloot heb. Nee, dan zijn ze roder. Oké, vervolgens doe ik dit Night Detox Serum. En dit is dus voor je buisjes en voor je poriën en dat soort dingetjes. En dat doe ik eigenlijk gewoon op de plekken waar het een beetje problematisch is. Wat dus bij mij hier is en op mijn voorhoofd. Oké, dan de volgende vraag. En dat is best wel een beetje een kritische vraag. En ik snap wel dat mensen me stellen. Waarom hield je het geheim dat je botox in je lip had? Allereerst heb ik geen botox in mijn lippen. Ik heb fillers. En fillers is eigenlijk dat het na 12 maanden weer vervaagt. En botox is volgens mij voor altijd. Waarom ik het geheim hield, weet ik eigenlijk niet. Want nu ik het dus verteld heb, ben ik eigenlijk best wel blij dat ik het verteld heb. Ik denk dat ik voornamelijk gewoon erg bang was voor reacties van anderen, vooral voor mensen om me heen. Zoals ik net al zei, ik kende toen heel veel mensen. In 2017 had ik dat gedaan. En ik dacht, al die mensen gaan erop letten en gaan er wat van vinden. En ik dacht, zolang ze het niet weten, zolang ze het niet zien, dan boeit het ook niet. Een aantal mensen hebben het gezien, maar eigenlijk is niemand het echt ooit opgevallen. Tot ik het dus naar buiten heb gebracht, kreeg ik ineens zoveel berichtjes van, huh? Fillers. Maar goed, de reden waarom ik het dus niet heb verteld is eigenlijk omdat ik denk ik toch wel bang was voor de mening van anderen. Maar nu ben ik ouder en kan ik zeggen dat ik wel steviger in mijn schoenen sta. En weet ik officieel dat ik er ook echt heel erg blij mee ben. Dat is echt denk ik een van de beste keuzes wel die ik ooit heb gemaakt in mijn leven. Up next is ook van Hanna Huidcoach. Een cremetje wat ik mee heb gekregen van mijn schoonheidsspecialisten. En dit is om zuurstof in je huid te brengen. Ik zou het eigenlijk allemaal eens eventjes moeten opzoeken. Maar zij heeft gewoon tegen mij gezegd, zij heeft mijn huid gemeten. En zij heeft gezegd, je moet dit en dit gebruiken. En dat sindsdien doet het nu. Hier heb je maar een heel klein beetje voor nodig. Ik slaap trouwens ook op een satijnen kussensloop. Want dat schijnt dus beter te zijn voor je huid. Omdat, kijk, als je met je natte haar op een katoenen kussensloop gaat liggen, dan droogt je haar natuurlijk best wel snel op. Omdat het katoenen neemt al dat vocht op. Maar als je met je hoofd op dat kussensloop gaat liggen, dat katoen neemt ook het vocht in je huid op. Satijn doet dat dus niet. Satijn maakt je huid blowier. Dus dat is best wel fijn. En dat heb ik ook echt wel gemerkt. Zo zou ik eruit zien als ik door zou slaan met botox en fillers.
Een andere vraag is, hoe komt het dat je zo'n goede huid hebt? Well, honey, I do not. Bah. Oké, dan zijn we alweer bijna bij het einde aangekomen. Ik ben niks vergeten, wonder boven wonder. Het volgende is misschien een beetje gek, maar dit is dus een lash serum. En deze heb ik dus gekregen. Schijnt een hele goede te zijn. Ik heb hem ook een tijdje gebruikt op mijn wimpers. En ik merkte echt serieus dat mijn wimpers echt gingen groeien. Alleen wat ik ook merkte is dat mijn ogen gingen ontsteken. Ze werden gewoon helemaal rood en het was gewoon helemaal kut. Dus ik kan het niet meer gebruiken, wat super jammer is. Maar wat ik wel heel graag wil, is mijn wenkbrauwharen laten groeien. Ik wil gewoon dikkere wenkbrauwen. Dus wat ik nu doe, ik weet niet of het werkt, maar volgens mij haargroeiserum is haargroeiserum. En ik had dus gelezen dat je wimperserum ook aan je wenkbrauw kan gebruiken. Dus ik gebruik het nu in mijn wenkbrauwen. Alleen het ding is dat daar wel deze persjes van zijn gekomen. Maar ik denk dat het gewoon nog eventjes wennen is. De volgende vraag is, op welke leeftijd werd je ongesteld? Volgens mij werd ik ongesteld toen ik 16 was. Ja. Een andere vraag is, wat vinden je ouders van de gele muur? Als je deze video hebt gezien, of hier... Of hier. Dan weet je dat ik mijn kamer heb geverfd laatst. Eerlijk gezegd vind ik het best wel een grappige video geworden. Alleen mijn ouders vonden het ietsje minder grappig. Ja, want er staat wel gewoon ineens een half afgemaakte gele muur in hun huis. Waar ze niet zo erg blij mee zijn. Wat ik begrijp. Vervolgens gebruik ik dit. Dit is voor om op je puistjes te doen. En serieus, je puistjes droog je er helemaal van uit. Ze zeggen dus dat hij in 24 uur gewoon helemaal weg is. Nou, dat klopt natuurlijk niet, hij is niet helemaal weg, maar zeker echt aanzienlijk verminderd. Dus die ga ik even lekker hier op smeren. En ondertussen is de volgende vraag wat mijn favoriete kledingwinkel is. Ik heb wel gewoon een aantal winkels waar ik gewoon vaak kom. Het zijn natuurlijk sowieso standaard de Zara. Bijenkorf word ik altijd heel erg gelukkig van. Het spul stinkt trouwens al. Ik weet niet, ik heb niet echt favoriete winkels of zo, maar ik heb wel één merk wat ik gewoon heel erg leuk vind en dat is Sandro. Sandro Paris, dat is dus een Frans merk. Daar heb ik wel heel veel kleding van, maar omdat ik dat gewoon heel erg stoer vind. Ze maken namelijk best wel classy dingetjes, maar tegelijkertijd ook hele stoere sweaters. Ik vind die combinatie erg leuk en dat is ook eigenlijk precies mijn kledingstijl. Ik kan namelijk een jurkje, een heel schattig jurkje aandoen, maar dan wel sneakers onder, zeg maar. Zo omschrijf ik mijn kledingstijl altijd een beetje. Een andere vraag is, heb je broertjes of zusjes? En het antwoord daarop is ja, ik heb 3 broers. Ik heb 1 jonge broertje en 2 oudere broers. Vervolgens gebruik ik dit oogserum. En de volgende vraag is, ben je een big spender? En mijn antwoord daarop is helaas ja. Ja, ik geef wel echt heel veel geld uit. En ik zou heel graag willen dat ik heel goed zou kunnen sparen. Maar dat is gewoon niet. Nou heb ik dus laatst wel gelezen dat dat dus waarschijnlijk genetisch bepaald is. De ene vindt het heel leuk om cadeautjes te kopen en dingen voor zichzelf. En de ander die zou nog geen 2 euro uitgeven als die sterft van de honger. Ik zou willen dat ik daar een beetje tussenin zat, maar ik zit helaas echt compleet aan de andere kant. Ik geef echt, nou niet alles, maar ik geef wel heel veel uit van wat er binnenkomt. En soms denk ik gewoon van, nou dit is echt knap, weet je. Dat je dit allemaal hebt opgemaakt in 3 maanden tijd. De volgende vraag is, hoe lang heb je een relatie met je vriend? We hebben nu iets meer dan 1,5 jaar. En de volgende vraag vind ik wel een hele leuke vraag. Dus namelijk, hoe heb jij en Bas elkaar leren kennen? Maar voor ik het ga vertellen, ga ik nog eventjes deze egaliserende gezichtsolie voor een natuurlijke glans opdoen. Dus dan weet je dat. Ik vind het altijd wel leuk om ons verhaal te vertellen. Want Bas' moeder en mijn moeder, die kennen elkaar echt al zo'n 30 jaar. En ze hebben eigenlijk altijd gezegd van Lisa en Bas, die mogen echt niet bij elkaar in de buurt komen. Want we lijken gewoon heel veel op elkaar, als in qua doen en laten. En we hebben allebei ADD en dat soort dingen. Ja, dus dat hebben ze eigenlijk altijd een beetje voor de grap gezegd. Maar toen waren zij dus in New York en wij waren toevallig dezelfde dag in New York. Dus gingen we meeten, want mijn ouders zijn natuurlijk gewoon vriendinnen. En toen klikte het gewoon nog goed, dus ik en Bas en Bas en zijn broertjes en alles. Dat was in november 2017. En toen gingen we februari 2018 met hen op vakantie, want we merkten gewoon allemaal dat het gewoon goed klikt tussen iedereen. En daar zijn Bas en ik eigenlijk de eerste avond gewoon mega verliefd geworden. En de 4 dagen daarna ook nog. En sindsdien hebben we elkaar eigenlijk nooit meer langer dan een week niet gezien. Behalve toen ik naar Amerika was, toen hebben we elkaar 3 weken niet gezien. Maar you get the point. So yeah, we met in New York. Ik vind het altijd heel cool om te zeggen, ja, we hebben elkaar ontmoet in New York. Maar dat is wel echt de eerste keer waar we elkaar zagen. Wat ik nu trouwens aan het doen ben, is met een jade roller de gezichtsolie erin masseren. Dit is namelijk goed voor je doorbloeding van je huid. Hier krijg je dus echt een glow van. Dit doen mensen al jaren. Al die producten weet ik niet of ze helpen, maar dit helpt sowieso. In ieder geval een tijdelijke glow. Dus voor je een selfie moet maken, ga altijd eventjes jade rollen met een olietje of iets. En je selfie gaat er veel beter uitzien. Heb je ooit wel eens nagedacht over een tatoeage / botox? Nou, ja. En ja. Again, geen botox, fillers. Heb je ooit spijt gehad van je lipfillers? Oeh, spannende vraag.
Nee, behalve dus, er was wel een bepaalde periode dat ik met een soort van snorretje liep als ik dan lachte. En dat kwam omdat dit gedeelte niet was gefilmd, maar alleen mijn lip. En wat er dan gebeurt is dit. En ik dacht dat er dus bij hoorde, maar dat hoorde blijkbaar helemaal niet. En toen ben ik dus naar een andere kliniek gegaan en die hebben dat helemaal voor mij opgelost. Maar in die periode dacht ik wel even van, jeetje, wanneer gaat het nou eens weg? Maar dat ging maar niet weg natuurlijk. Zo, nou, ik ben het rollen wel weer een beetje zat. Het is altijd wel heel leuk om te doen, maar op een gegeven moment krijg ik gewoon een lamme arm. This is me, wanneer mijn hele skincare routine op mijn gezicht zit. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je de vragen leuk vond die ik heb beantwoord en dat je weer wat meer over mij te weten bent gekomen. Misschien dat je nu net een beetje te veel informatie over mij weet, maar goed, dat hoort erbij. Laat mij zeker in de reacties weten wat je van deze video vond. Daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. En vond je deze video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. Nog eventjes te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jou weer bij de volgende video. Joep!